te benadrukken is, we zijn een vrijwilligersorganisatie. Heel veel mensen vergeten dat, ook al kost onze vrijwilligers geen geld in hun arbeid, het hulpverlenen wel degelijk geld kost en dat we altijd op zoek zijn naar nieuwe manieren van fondsenwerven. We zijn vaak toch wel een beetje verlegen als ze om steun vragen voor ons, voor wat wij bestaan als Rode Kruis. Hey, we worden nergens gesponsord, we moeten onze centjes binnenhalen. Dat halen wij het publiek. Natuurlijk, we hebben de actie via televisie, mensen kunnen doneren in een collectebus, de collecteweek, weet je, de hele traditionele manieren. Maar zo'n QR-code is gewoon, we gaan met de tijd mee. En dat vind ik heel leuk. Dit is nieuw, flitsend, het is nog nooit eerder gedaan. Ik vind het echt geweldig. Het is een enorme leuke ontwikkeling eigenlijk om op zo'n eenvoudige manier het Rode Kruis te kunnen steunen. Mensen vragen heel vaak, oh, ik wil iets terug doen, want ze zijn vaak heel blij als je ze goed hebt geholpen. En dan is het heel simpel om te zeggen, nou, je kunt inderdaad met al die nieuwe telefoons kun je gewoon weer inscannen. En dan kunnen ze gelijk onmiddellijk een donatie doen. En het is een klein bedrag, het is niet veel. Mensen kunnen ook beslissen om meer van iets te geven. Maar gewoon met een klein bedrag kun je al wat doen. Het is gewoon ontzettend leuk. Ik vind het echt een hele leuke ontwikkeling, heel goed bedacht. Ik hoorde net nog dat iemand gelijk 20 rollen leukoplast heeft besteld en zo. Dus dat is natuurlijk geweldig goed, want ja, we moeten gewoon wel hulp kunnen verlenen en dan heb je materiaal nodig. Ja, wij zijn hier allemaal vrijwillig, maar het materiaal kost gewoon geld, dus we moeten ook iets binnenkrijgen. We zijn heel blij ermee. Ik zeg, als je nog een paar euro's over hebt, hey, pak je smartphone en scan de QR-code, zou ik zeggen.